Jong Utrecht en Topos sloten de voorbereiding 2 weken geleden af met een oefenduel. 1-1 eindigde het toen op Zoudenbalg. Nu voor het Echi. Vrije trap voor Topos. Fabian de Keizer heeft geen muur nodig, want het is behoorlijk ver. Desondanks een aardige trap, zeg, van Rommens. Rost hem op de lat. Aardig begin van Topos dat vorige week Jong Ajax versloeg met 2-1. Harweiler via Piqué naast. Jong Utrecht begon met een 2-0 nederlaag tegen Excelsior. De hele staf van Utrecht aanwezig. Van der Brom in het midden. Met naast hem zijn assistenten. Maar Mengi in 2 instanties maakt hij zijn allereerste doelpunt in het betaalde voetbal. Hij reageert snel, die centrale verdediger. Als die bal vanaf zijn hoofd Perdoes weer voor zijn voeten valt. En zo Jong Utrecht op voorsprong. En dat is niet eens onverdiend. Want de beloftes uit de Domstad spelen een prima partij. En Topos bakt er vooralsnog niet heel veel van. Arweiler stuurt Maddy weg. Die moet hem dan teruggeven. Dat is wel de bedoeling. Maar dat wordt goed verdedigd door het elftal van Klaas Wels. Mamengi. El Azrak. Langs Kaak en dan is de weg richting doelman Koeman vrij. En hij neemt die keeper onder vuur. En die verwerkt die bal tot corner. Om maar aan te geven dat Jong Utrecht niet alleen op voorsprong staat, maar ook de meeste kansen krijgt. Arweiler, die Duitse spits. Met een aardige versnelling. En hij geeft hem ook nog heerlijk mee op Velanas. En kort voor rust maakt die er 2-0 van. Prachtige voorbereiding vooral van Jonas Arweiler. Dit balletje ziet er heel makkelijk uit. Maar je kan het ook nog verprutsen. Velanas neemt het dankbaar aan. Cas Peters komt er dan in bij Topos. Contract getekend voor 2 jaar. Al goed voor 193 wedstrijden op dit niveau. En 72 doelpunten. En die heeft Topos hard nodig. Vanavond al. Maar het is eerst weer Jong Utrecht met Velanas en Arweiler. Die er net niet bij kan. Na die redding van doelman Ronald Koeman. Die Topos dus nog een beetje in de race houdt. Langzamerhand gaat Topos wel ietsjes beter spelen. Peters! En een prima save van de Keizer. Hij weerhoudt Peters van zijn eerste doelpunt in het shirt van Topos. En met het inbrengen van Peters komt Topos wel beter in de wedstrijd. Kunnen ze wat meer de bal in de ploeg houden op de helft van Jong Utrecht. En hier is Stro, matige controle waardoor Gulhatsi nog kan ingrijpen. Vorig jaar knap 60 geworden, Topos. En de afgelopen 2 seizoenen wisten ze de eerste 2 wedstrijden te winnen in de competitie. Hebben ze nu nog 3 doelpunten voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En dat in 26 minuten. De vrije trap. Daar is Stro en een prima redding weer van de Keizer. Die heeft toch wel een aantal kansen van Topos knap verijdeld. Stro. Daar komt Langendijk, ook een invaller aan de kant van Topos. Rommens knap teruggelegd en daar is Cas Peters. Met zijn eerste voor Topos. Helemaal vrijgelaten. En Haak is kwaad. Wel 80 meter naar voren sprinten, maar geen druk op de bal geven. Godverdomme. Daar zit geen woord Spaans bij. Het is ook wel knap wat Rommens hier doet. Die houdt goed het overzicht. Bij ieder doelpunt gaat natuurlijk iets fout, maar ook is goed. Topos ruikt dan bloed. Weer een goede bal van Langerijk en Stro. Het zit niet mee met afronden wat dat betreft voor hem. En dan heeft Jong Utrecht ook wat fortuin. De spanning op de tribunes neemt toe. De coaches schreeuwen hun kelen schor. Kaak heeft een lekkere trap en het is weer de Keizer. Die doelman die vorige week nog op de bank zat, ontpopt zich toch langzamerhand tot held van Jong Utrecht. Slotoffensief met Langendijk. Hutte staat er net in en nu hoeft de Keizer niets te doen. Omdat Hutte die bal zelf naschuift. En zo levert het slotoffensief van Topos ook niets op. In absolute blessuretijd nog 1 kans voor Jong Utrecht. Maar Hilteman rost ernaast. Zo blijft het 2-1.
wint Jong Utrecht de eerste thuiswedstrijd van het seizoen ten koste van Top Os.